een hele vrolijke kerstige unboxing voor jullie. Ik heb namelijk een Christmas unboxing van Kelly Carese. Niet met Kelly Carese, want je ziet haar nu niet zitten. Maar van Kelly Carese. Kelly is een hele lieve meid en is sinds kort een vriendinnetje van mij geworden. En we hebben elkaar leren kennen bij ons mediabureau voor YouTube. En dat klikte ook gewoon meteen. En Kelly is een ontzettend lieve meid. Heeft echt een hart van goud. En voor degenen die haar niet kennen, Kelly is blogt dus op kellycarese.nl en is een lifestyle en mommy blogger. Een hele populaire en hele bekende onderhand wel. Dus ik denk dat de meeste van jullie dus daarom haar wel kennen. En ze behandelt, het leuke van haar blog is dat ze heel erg veel verschillende onderwerpen behandelt. Dus ook al ben je geen moeder, ik ben ook geen moeder, maar ik kijk wel graag op haar blog. Want ze schrijft ook heel erg gemakkelijk weg en het is heel verwelkomend of zo om bij haar blog te kijken. Dus dat maakt het echt heel erg leuk. Maar ze heeft ook echt outfits of the day. En ze heeft shoplogs. En ze heeft een dochtertje Lana. Dus daar praat ze dan ook wel eens over. En ze praat over de verloofde. Want aankomend jaar gaat ze namelijk trouwen. Ze is ten huwelijk gevraagd. Dus ze gaat het ook wel eens. Volgens mij heeft ze Wedding Wednesday. Dus dan praat ze over haar aankomend huwelijk. Dus dat is ontzettend leuk. Dus eigenlijk een beetje voor ieder wat wils. Zeker even een kijkje nemen op haar blog. Ik zal de link hieronder geven. Kelly en ik hadden zoiets van, nou, we gaan een video soort van samen doen, maar ook weer niet. We sturen elkaar een kerstpakket op met allerlei goodies die we zelf hebben uitgezocht. Ik heb een heel pakket voor haar gemaakt, die zij heeft geunboxed. De link daarvan zal ik even geven waarin haar video naar voren komt. Dat zij dus mijn producten unboxed, die ik aan haar heb gegeven. En hier heb ik het pakketje wat ze voor mij heeft klaargemaakt. En die unbox ik in deze video. Ik heb er ontzettend veel zin in, want ik ben ontzettend benieuwd. Jullie weten hoe dol ik ben op unboxings. En vooral omdat ik niet weet wat erin zit. Ik hou daar heel erg van, vind het heel spannend. En vooral dit, omdat dit een persoonlijk iets is ofzo. Dat heeft de lieve Kelly voor mij gemaakt. Dus dit vind ik gewoon echt heel erg top. We gaan het samen uitpakken. Jullie kennen mij met pakketjes. Ik heb mijn schaar bij de hand. Zo ziet het eruit. Ik zal heel even de voorkant ook laten zien. Hier staat mijn adres. En ze heeft het met strikjes gedaan. En het ziet er echt super leuk uit. Dus misschien kan ik wel de strikjes gewoon losmaken. Of ik moet... Nee, ik moet gewoon knippen, want er zit plakband overheen. Ze heeft volgens mij ook van die washi tape gebruikt. Want Kelly houdt van filofaxen, noem je dat volgens mij. Oké, ik ga het gewoon even knippen, jongens. Oeh, spannend! Ik ga hem even neerleggen. Oh, en hier is hij. Boom! Dat is nog eens een pakket. Oh, geweldig! Oh, ik heb hier echt zo'n zin in. Even kijken hoor, waar moet hij open? Even kijken. Oh, hier. Oeh! Oh, wat vet! Kijk dan, wat een leuke box. Het is echt net alsof ik een beautybox al loop te unboxen. Geweldig! Zo ziet het eruit. Ik ga heel even kijken, want er zit een kaartje in. Dit is het kaartje. Even kijken of er... Oh, een handgeschreven kaartje. Echt zo lief. Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2015. Sorry voor mijn handschrift. PPS, ik kan niet wachten op ons afspraak in januari. Oh, beter ook een schat, Kelly. Ik ga het maar gewoon eventjes voorlezen. Lieve Elisionna, al meer dan een jaar volg ik met veel plezier je filmpjes. Je weet me altijd vrolijk te maken met je heerlijk optimisme. Ik vond het heel tof om jou via social en influencers in contact te krijgen. Je bent een mooie lieve vrouw met een warm hart. Ik wens je veel kracht en geluk toe in de toekomst. Veel lief, Kelly en Lana. Dankjewel, Kelly. Echt heel lief. Dus, goodies! En het eerste wat ik zie zijn flipflops. Ik kijk, zijn het goede maat? En dat moet wel, want het zijn kleine voetjes. Dus ik zie dat het... Het kan niet anders dan dat het een goede maat is. Wat leuk, maar ik weet... Develop. Develop? In plaats van develop is het develop. Lachen. Handig. Thank you. En dit zijn de ingepakte cadeautjes. Ik ga... Oh, en deze is niet ingepakt, dus dat is misschien wel niet zo handig. Oh, een strikje. Kruidvat body butter, honey cocoa butter. Oh, honing en cacao. Dat is uniek. Oh, dat is lekker. Oh, ja, jullie weten hoe dol ik ben op geurtjes. Oh, zalig. Ik kan hier uit de dop het wel een beetje pakken. Oh, het is ook zo lekker fudgy dik. Oh, lekker. Volgens mij behoren deze tot de nieuwe lijn van de kruidvat. Oh. Zo, dat is lekker lobbig. Oh, die is welkom. En dan. En kijk, ik pak deze. En die maak ik gewoon het strikje los. Oeh, kaas.
apple, cinnamon, aromatic. Oh, lekker. Oh, heel lekker. Oh, ik weet niet waar die vandaan komt. Dus voor de mensen die hem ook willen ruiken of proberen, dat moet je misschien heel even aan Kelly vragen. Oh, die ruikt lekker. Ik ben sowieso dol op geurkaarsen. En ik vind geurkaarsen in zo'n pot, eentje die je hier van Jewel Candle dus ook hierachter ziet staan, dat vind ik dus heel chic. Dat vind ik echt heel mooi. Heel blij mee. Dan. Oh, alles is ook zo leuk ingepakt. De Aussie Miracle Styling Mousse. Volume plus conditioning. Handig. Ik heb echt nog nooit een product van Aussie denk ik, geprobeerd. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Het is gewoon een, oh ja, het is gewoon mousse. Dat vind ik dus echt relaxed. Want ik heb dit echt nodig voor als ik mijn haar wil krullen, moet ik dit eerst echt in mijn haar doen. En Aussie is dus wel ook wel heel prijzig en mooi merk. Dus ik ben hier heel benieuwd naar eigenlijk. Flexible hold. Thank you! Dan ga ik een kleiner cadeautje uitpakken. Strikje. Oh, ik vind dit zo leuk! Het is echt een aanrader, ook al ben je geen YouTuber of vlogger, gewoon met een vriendin te doen. Het is zo leuk. Sinful Colors, Professional. Oh, dat is een mooie kleur. Timbleberry, 108. Ik weet niet waar ze Sinful Colors verkopen. Het is een hele mooie kleur. Het lijkt, laat maar zeggen, het is een beetje roze. Hè? Het is wel echt roze. Heel tof. Leuk kleurtje. Weer een gouden pakketje. Het is een tube, denk ik. Intensive handcreme van de Kruidvat. Even kijken hoor. Hoog geconcentreerd. 5% urea. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Handtherapy. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Ik heb bijna van die schilhors op mijn handen zitten. Zo droog zijn ze. Ik ga gewoon een beetje pakken. Oh, dat ruikt ook nog eens heel erg lekker neutraal. Dat vind ik soms wel eens lekker. Vooral voor bepaalde lichaamsdelen. Dat hoeft niet altijd te ruiken naar hele heftige dingen. Voor mij nieuw, dus ik vind het heel erg leuk om te proberen. Thank you! En dan, even kijken hoor, weer een dingetje. De Amber nummer 53 Eau de Toilette for Her. Van de Kruidvat is deze. Deze geur vind ik super lekker. Ik heb hier volgens mij deze ook over een andere al een keertje een review geschreven. En nou ja, ik kan hem wel uitpakken, maar het is gewoon zo'n simpel groot flesje. En dit verkopen ze dus bij de Kruidvat. En hier zijn ze over de Master Perfumer geur. Daar staan zij wel bekend om. En je hebt echt heel veel verschillende. En het leuke is dat, ondanks dat Kelly en ik elkaar nog niet eens zo heel erg lang kennen, weet ze dus, heeft ze deze voor me uitgezocht. Dat vind ik echt super leuk, want dit is dus degene die ik echt heel erg lekker vind. Samen met de White Lily is dat volgens mij. Dus dank, Kelly. Goed gedaan voor jou. En dan. Spannend. Twee hangdecoraties, een L'tje met balletjes. Oh, dat moet eigenlijk gewoon hier hangen. Oh, wat leuk. Ja, ik ben dol op kerst. Ik bedoel, ik zie eruit als een wandelende kerstbom op dit moment. Ik ben dol op kerst, dus dat vind ik echt heel tof. Dit waren de goodies. Lieve Kelly, dankjewel voor de mooie cadeautjes. Want het zijn het ook gewoon cadeautjes voor mij. Dat vind ik echt heel erg lief. Dankjewel voor alle moeite. Lieve kijkers, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Kijk dus eventjes in de link hieronder. Daar verwijs ik naar de video van Kelly waarin ze dus mijn goodies uitpakt. Ik heb die video dus ook nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat zij vindt van de producten die ik aan haar heb gegeven. Laten we hopen dat ze het leuk vindt. Ik vond het in ieder geval geweldig om cadeautjes voor iemand anders te kopen. En ik heb er ontzettend veel lol mee gehad. En ik vind het gewoon een hele eer dat Kelly dit met mij wilde doen. En dat ik gewoon hele mooie producten van haar heb gekregen. Dus ik ben gewoon heel dankbaar. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het super tof vinden als je eens bij Kelly zou kijken en zou abonneren op haar YouTube kanaal. En tot de volgende keer!